En dan de balans opmakend van dit wereldkampioenschap sprint voor de vrouwen. Leerde ons dat Angela Hauck, de Oost-Duitse, de nieuwe wereldkampioen is geworden. Revanche van vorig jaar toen ze viel, nu nummer 1. De vechtjas uit Amerika, Bonnie Blair, vlak daarachter op een tweede plaats. En prachtig op de bronzen positie, en dat is heel lang geleden, een Nederlandse Christine Aafdink. Nog voor de Japanse Seiko Hashimoto en ook heel netjes op een vijfde plaats Herma Meijer. Twee meisjes dus namens Nederland bij de eerste 5. De overige 2 binnen de eerste 20. Dus ook volgend jaar weer 4 Nederlandse deelnemers bij het wereldkampioenschap sprint. Ja, dat gaan we natuurlijk doen met Christine Aafdink. Want laten we eerlijk zijn, hoe lang is het dan niet geleden dat wij succes hadden bij een wereldkampioenschap sprint voor de vrouwen. En succes niet zomaar. Christine, je gaat met 4 medailles naar huis. Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar wel een heel lekker gevoel, ja. Goud, zilver, 2 keer brons. Alles zit erbij, hè? Ja, is leuk, hè? Ja, ik ben eigenlijk zelf helemaal perplex van helemaal naar die 1000 meter dat ik voor Hauck langs kruis. Ik denk, nou, wat hier gebeurt is echt ongelooflijk. Maar krijg je dan ook niet ineens iets in je hoofd van, jongens, er zit al veel meer in dan die 3e plaats? Ja, eigenlijk wel, ja. En het verschil is nou ook echt heel klein. Dus ik kan echt helemaal volgend jaar meedoen voor de 1e plaats. Zelfs onder de wedstrijd dacht ik ineens van, die bocht dan voor mij de binnenbocht nog. Ik denk, nou, dat is 1,5 seconden. En dat had ik dus net nodig om 1e te worden. Dus ik dacht, nou, als ik doorrijd, dan kan het dus. Goed, dat komt dus volgend jaar. Akkoord, daar hou ik je aan. Even een andere zaak. Ik heb jou nog nooit zo'n goede laatste ronde op de 1000 meter zien rijden dan juist hier in Tromsø. Hoe komt dat? Ja, ik sta eigenlijk ook helemaal verbaasd voor mezelf. Maar ja, ik heb een aantal weken wat rustiger aangedaan. En dan komt meestal de vorm wel. Dan ben je echt helemaal uitgerust. En dan kun je er gewoon vol tegenaan. Ik denk dat dat de verklaring is. Je hebt je dus in alle rust voorbereid, maar je had toch ook wel een klein beetje die druk, denk ik. Omdat veel toch al mensen al zei, ja, Aafdink kan zich meten met die wereldtop. Ja, en ik had het zelf ook gezegd eigenlijk al. En dan ja, ben je helemaal de pineut als je het niet waar maakt. Maar ja, ik had in eerste instantie was ik ervan uitgegaan om samen met Seiko Hashimoto om die 3e plaats te rijden. Maar ja, dat je zo mee kan doen met die andere 3, of met die andere 2, dat is echt helemaal leuk natuurlijk. Je hebt het al even voorzichtig aangestipt, maar wat betekent dit voor de komende jaren? Volgend jaar kan je je meten met de echte top, zeg je, voor de 1e plaats op het WK. Het jaar daarna hebben we weer een Olympisch jaar. Dan is Albertville, ja. Maar ja, dat zie ik gewoon wel. Natuurlijk werk ik er wel iets naartoe, maar ik wil niet mijn hele leven daarop afstemmen. Want ja, de kans dat je geen goud haalt, die is echt zo groot. En als je dan alles erop zet, dan, ja, dan is het gewoon zo'n teleurstelling. Dus ik ga gewoon mijn best doen en ik zie het wel. Is het niet zo verrassend eigenlijk dat je zo goed presteert hier, terwijl je vorig jaar nog overwoog om maar te stoppen met die hele hand? Ja, maar daar ging het WK uiteindelijk ook nog goed. En toen kreeg ik zoveel vertrouwen in dat ik gewoon wat door wil gaan. En nu wil ik helemaal doorgaan. Christine, ik sluit af met datgene waar ik mee had moeten beginnen. Van harte gefeliciteerd. Ga lekker feestvieren vanavond. Bedankt.